Maar Griet, zilver op de 100 meter, had je dat verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Ik had, gisteren ging het wel goed, zeg maar, buiten verwachting heel goed, tenminste van mezelf. En toen had ik gisteren al wel zoiets van, goh, zou misschien dat brons er wel in zit, zeg maar. Maar zilver had ik echt totaal niet verwacht. Ik was ook echt kwaad over die streep. Ik denk, oh, volgens mij is er maar eentje voor me. Dus nee, het was echt een hele leuke verrassing, zeg maar, om tweede te worden. Ja, ik zag ook het hele team langs de kant, ging helemaal uit zijn dak. Ja, ik denk dat niemand het echt, of tenminste, ik ben natuurlijk hierheen gekomen. Het is mijn eerste EK, zeg maar. Dus ik was ook blij dat ik gewoon de limiet had gehaald, zeg maar. En dat ik mee mocht doen, of mee mocht. En ik dacht van, kijken van hoeveel mensen ik, zeg maar, achter me kan laten. Maar ik had helemaal niet verwacht dat ik überhaupt, zeg maar, een medaille of zo zou kunnen winnen. Dus het is echt, super. Ja. Ja, want je EK-debuut bevalt goed, neem ik aan. Ja, want gisteren ging het goed. Was uiteindelijk wel gedisqualificeerd. Dat ik buiten de lijn was gekomen, maar op zich, ik vond het sowieso wel een goede race. En ik was toch in principe vijfde over de finish. En als je kijkt van wie er meedoet, zijn toch allemaal meiden die gewoon boven de wereldranglijst, of tenminste boven mij staan ook. Dus die eigenlijk in principe sneller rijden. Dus ik vond het gisteren al helemaal fantastisch en nu vandaag is het natuurlijk helemaal geweldig.